Hallo en welkom op mijn kanaal. En vandaag ga ik weer aan de slag met de 53 Favorite Challenge die gaande is op de Document Life Stories Facebook groep. Wat we doen is van elke week één foto scrappen en iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik doe het in een 6x8 album en ik gebruik een halve pagina. En ik gebruik ook de kit die betrekking heeft op die maand. Dus we zijn nu in juli, tenminste. Dit is een foto van juli. En ik gebruik de Gorgeous Kit. Het is een foto van week 31, dus vandaar. Wat je op de foto ziet is mijn man en ik die samen aan het fietsen zijn. En dan maak ik vaak een selfie, zodat we het kunnen vastleggen. Ik ga hier door mijn paperpad heen. Ik koop eigenlijk bij elke kit het paperpad wat erbij hoort. En ook de cardstock paperpad. En nu ben ik even aan het kijken wat ik wil gebruiken voor de achtergrond van de kaartjes. En dit stippeltjespapier vind ik helemaal geweldig. Maar dan moet het kaartje daarnaast wel wat rustiger worden. Dus ik heb al een lichtgroene even blaadje uit de paperpad gepakt, het cardstock paperpad. En ik pak ook even de washi tape die bij deze kit hoort, maar ik ga hem niet gebruiken. Nou, hier test ik het even uit of ik dat mooi bij elkaar vind staan. En ja, het gaat het stippeltje worden. Oh, en dan zoek ik nog een kleurtje om te kunnen matten. En dan pak ik de blauwe kleur die erbij hoort. Dan snij ik een 3x4 kaartje en dat doe ik ook van deze. Het papier is 6x8, dus het is vrij gemakkelijk om dan een 3x4 kaartje uit te snijden. En voor de weeknummers gebruik ik de weeknummers die zijn opgenomen in de embellishment kit. En ik legde dit zo neer en toen dacht ik, ja, maar ik zou er ook zo'n, ja, ik weet niet hoe dat dan heet, zo'n zo'n Instax is dat, geloof ik. Ik weet het niet precies. Maar dat is zo'n bepaald formaat waarbij je nog een bredere rand onderaan hebt. En dat wilde ik graag bij deze ook terug laten komen. Dus hier zie je mij de mat voor de foto snijden. Maar die ga ik niet voor de foto gebruiken. Die ga ik gebruiken voor het kaartje aan de linkerkant om datzelfde effect terug te krijgen. En dan vind ik eigenlijk het gedeelte onderaan niet breed genoeg, dus ik haal nog een stukje van de foto af. En datzelfde stukje haal ik ook van dat blauwe even papiertje af. En normaal gesproken dan gooi ik dat weeknummer ergens in een hoekje en dan gebruik ik dat in de embellishments. Maar hier komt het centraal op het linkerkaartje terecht. En om die wat uit te laten springen, ga ik die dan ook nog weer matten. Maar eerst ga ik even denken wat ik eronder aan wil. Ik dacht dat ik met de letterstickers aan de slag wou. En ik kijk even welke er in de kit zitten. Nou, ik heb een grijze, een roze en een felblauwe. En ik vind die kleuren niet passen bij de kaartjes die ik nu heb. Dus dan ga ik ze zelf maken. Ik heb sinds kort de Sidekick, ideaal, want dan kan hij mooi dichtbij staan en hoef ik niet de hele grote op mijn bureau te tillen. En ik heb van Elizabeth Craft, is dat geloof ik, de verschillende maten letters. En daar ga ik nu de titel uithalen, Samen fietsen. En samen komt dan op het linkerkaartje onderaan en fietsen komt op het rechterkaartje onderaan. En dat betekent dat ik ze ook in twee verschillende kleuren kan doen. Links wordt het groen en rechts wordt het blauw. Nou, je ziet mij hier de letters uitzoeken. En dan pak ik mijn dubbelzijdige papier. Dubbelzijdig plakpapierachtig iets is dat. En dat kan ik er dan mooi achter doen, want anders moet ik straks nog met natte lijm lopen klooien bij die hele dunne letters. En als ik dat er nu alvast achter doe,
dan kan ik die letters zo opplakken. Ik snij een strookje af waar precies het woordje samen op kan. En dan kan ik dat strookje hier opplakken. Dan haal ik één plaklaag eraf. En dan snij ik dat ook weer af. En dan kan ik aan de plakstrook aan de achterkant, die kan ik er nog straks afhalen. Nou, kan het woordje samen erop. Het voordeel van samen is dat daar niet een dubbele letter in zit. Bij fietsen heb ik twee eetjes. Dus die moet ik er nog een tweede keer doorheen draaien. Dat is heel stom hoor, maar dan ga ik ze gewoon ook op de goede volgorde leggen. Nergens voor nodig. Maar ja. Nou, inmiddels heb ik de letters uitgestanst. En dan ga ik nog even aan de slag met dat weeknummer. Want als ik dat weeknummer zo plomp verloren in de blauwe vlak plak, dan valt het weg. Dus ik wilde die nog weer matten met een redelijk brede rand eromheen. En dat doe ik gewoon in die kleuren groen en blauw die we al gebruikt hebben. Dus ik begin eerst met een laagje blauw. Omdat het weekkaartje ook groen is. En dan het weeknummer. En dan ga ik nu een laagje groen erachter doen. Ik teken het altijd af op de achterkant. Ik ben al bang dat er aan de voorkant dan nog wat potlood blijft hangen. Dus vandaar. Nou, dan krijgen we hier de laagjes. En dan komt dat midden erop. En dan ga ik de letters erop plakken. Oh nee, ik ga eerst een zwart randje overal omheen doen. Dat doe ik eigenlijk altijd. Om kaartjes en laagjes komt eigenlijk altijd een zwart randje. Als het niet watervast hoeft te zijn, dan gebruik ik daarvoor de Mucci-pen. Dat is de pen die ik nu gebruik. Moet het watervast zijn, dan gebruik ik een pigmentpen. Zodat die watervast is. En hier zie je dat ik echt om elk kaartje dan een zwart lijntje trek. Ik vind dat het dan meer afsteekt. En dat is voor iedereen verschillend. En ik doe het met een liniaal. Je zou het ook gewoon uit de losse hand kunnen doen. Maar ik ben een strakke scrapper. Dus dan past dit het beste bij mij. En zelfs zometeen het weeknummer krijgt een zwart lijntje. Waardoor het echt nog iets meer eruit springt. Normaal gesproken dan knip ik dit eruit hoor. Maar ik wilde jullie toch eens een keer laten zien hoe ik dat dan doe. Dus vandaar dat ik het er nu in had laten zitten. Deze video is sowieso niet zo heel erg lang. Twee kaartjes maken is redelijk te doen. Al kan ik daar ook 2 uur mee bezig zijn hoor. Het is maar net of het wil lukken, ja of nee. Nou, dan lijm ik de boel in elkaar. Of in ieder geval, ik gooi die blauwe erop. En dan zet ik die 3 laagjes in elkaar. Dan kan ik daar nog wat mee schuiven. Moet je nou kijken wat een leuk patroontje dan op de achterkant van die weekkaartje, van dat weeknummer zit. Vind ik dan weer zo. Ik had die achterkant ook wel willen gebruiken. En dan moet je zo kiezen. Gelukkig zit die volgens mij ook in de paperpad. Dus gaat nog wel een keertje komen. Nou, dat is aan de ene kant en ook de andere kant krijgt een zwart lijntje. En omdat ik op dat blauwe kaartje aan de linkerkant ook een zwart lijntje had gedaan, wilde ik dat ook om de foto doen, omdat ik daar geen mat onder doe. En dan gebruik ik dus een pigmentpen. Want met die Mucci-pen heb je kans dat het gaat vlekken. Deze droogt vrij snel. En ik had hem even uitgetest op een restje foto wat ik eraf geknipt had, zodat ik zeker wist dat het goed zou gaan.
Dan heb ik aan de linkerkant al het woordje samen gedaan. En nu aan de rechterkant zit het woordje fietsen. En dan ga ik even kijken hoe ik het nog verder ga versieren. In de cut-out cards die in de embellishment kit zaten, zitten ook deze hele kleine strookjes. En op deze staat sunshine. En dat was mooi precies in de kleuren die ik op de linkerkant had gebruikt. Dus een blauwe rand en groene letters. En dan ga ik even kijken waar ik die precies ga doen. Ja, daar. En dan heb ik hier nog de stickers die erbij in zaten. En daar ga ik zo meteen ook wat van bij plakken. Eerst even de foto opplakken. En dan wil ik deze opplakken, maar ja, als ik die over dat vierkantje ga plakken, dat heeft natuurlijk nog niet zoveel zin, want dat vierkantje zit nog niet vast. Dus dan deze maar even vastplakken en dan kan dat strookje er ook bij. En dan gaan we even kijken naar de woordstickers. Ik had er al eentje van gebruikt, namelijk het woordje gorgeous voor de kit. En hier gebruik ik een hele zin. This feels like summer. En dan ga ik hier kijken en denk, dacht ik eerst dat ik deze zou doen. Maar nee, het wordt smile. Volgens mij was die andere iets van fun day of zo. Ik denk, ja, die kan ik overal nog wel gebruiken. Maar hier lachen we zo, dat denk ik. Ja, kan smile wel bij. Maar ja, hij zat niet helemaal recht. En dat zint mij dan niet. Dus we moesten even weer goed. Als voordeel, die stickers kun je er nog wel weer afhalen. En toen dacht ik dat ik met de Enamel Dots aan de slag ging. Maar daar zitten eigenlijk net niet de kleuren in die ik wil. Dus ik pak even mijn Nouveau Drops. En dan ga ik even kijken welke ik ga gebruiken. Ik test er even twee. Nou, het wordt een wat lichter blauwe en dat is de kleur Wedgwood Blue. En ik dacht, ik ga gewoon setjes van drie ergens droppen. Maar toen had ik bij iemand anders op de video gezien, of ook een voorbeeld, dat hij een hele cirkel had gemaakt met dropjes eromheen. Ik denk, oh, als ik dat vierkant er nou echt uit wil laten komen, dan kan ik dat hier ook mee doen. Dus om dat hele vierkant heb ik nou hele kleine dropjes gezet. En dan ga ik nog wel even op de andere kant en die doe ik dan in mijn ogen traditioneel. Twee setjes van drie. En dan zijn de kaartjes ook alweer klaar. Ik hoop dat je het leuk vond om dit te zien. Als het zo is, geef deze video dan een duimpje. En tot de volgende keer. Doei!